We zijn aangekomen bij de tweede deelvraag van deze context en uh, daarbij gaat het ineens niet meer over Noord-Amerika maar uh, de vraag staat hier ook al waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk. En we gaan dus in één keer naar de andere kant van de wereld en dan kom ik andere kenmerken en aspecten bij kijken en in deze video gaan we het hebben over India en de EIC oftewel de East India Company zeg maar uh, de Britse VOC en er horen dus deze twee kenmerken en aspecten bij die uh, blauw gemarkeerd zijn. Maar goed, de focus die gaat dus verschuiven. Hè. Voor de Britten, het zwaartepunt binnen het Britse Rijk verschuift van Amerika naar India. En dat zie je op deze twee kaartjes heel erg goed. Rond 1750, zou je kunnen zeggen, de tijd van de eerste deelvraag nog, uh, Daar ligt de focus echt op het gebied in de rode ovaal daar uh, links, dus uh, Amerika en de Cariben. En uh, dan zie je dat rond 1850 dat uh, de Verenigde Staten onafhankelijk zijn geworden. Hè, en maar uh, bijvoorbeeld ook dat India uh, zo'n beetje helemaal tot het Britse Rijk behoort. En daar ligt dus echt het zwaartepunt. Nou, dat komt bijvoorbeeld door ontwikkelingen die we al hebben gezien bij de eerste deelvraag. Waarom is Amerika van minder belang geworden voor de Britten? Nou, dat is uh, vanwege die Amerikaanse onafhankelijkheid in uh, 1776. En dat is vanwege het verbod op de slavenhandel in 1807, waardoor die plantagekoloniën Jamaica en Barbados van veel minder economisch belang werden voor de Britten. Maar dit verklaart nog niet waarom India dan zo belangrijk wordt, en daar gaan we in deze en in de volgende video's eens dus naar kijken. En dan starten we dus bij die EIC, die East India Company, die ik net ook al noemde, want die krijgt langzamerhand de macht in India. Ja, en die EIC die kun je vergelijken met de Nederlandse VOC, hè, dus ook een handelscompagnie die uh, van haar regering, in dit geval de Britse regering, het monopolie krijgt op uh, de handel in Azië. Eigenlijk alle gebieden tussen Kaap de Goede Hoop en de Straat van Maagelaan, dus het, het zuidelijkste puntje van Afrika en het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. En het is dus in eerste plaats een handelscompagnie, met dus dat monopolie op die Britse handel met Azië. Maar tegelijkertijd krijgt de EIC, net als de Nederlandse VOC, ook politieke rechten. Zo mogen ze zelf uh, een gebieden besturen die ze in handen hebben, mogen ze zelf verdragen sluiten, hebben ze eigen soldaten in dienst, mogen ze een eigen munt slaan en meer van dat soort dingen. Ja, Het is niet zo dat de Engelsen via de East India Company gelijk heel India in handen krijgen, zeer zeker niet. Want op dat moment zijn de Mogelkeizers daar aan de macht. En uh, ja, ze hebben al wel vanaf de 17e eeuw verschillende factorijen, handelsposten in India, en ze drijven dus handel met de vorsten van dat mogelrijk. Ja, dat mogelrijk dat is enorm groot, maar dat varieert nogal eens in grootte eigenlijk zo door de eeuwen heen. En dat heeft te maken met de manier waarop het bestuurd wordt. Je kunt dat misschien een beetje vergelijken met dat feodale stelsel, zoals we dat in uh, tijdvak 3 hebben gezien, en bij dat kenmerkend aspect. Er is een mogelkeizer die een aantal onderkoningen heeft, uh, vazallen, die naar hem uh, moeten luisteren. Maar ja, langzaam langzamerhand zie je dat uh, die onderkoningen, die vazallen, eigenlijk steeds machtiger worden en dat het rijk uit elkaar begint te vallen. En de EIC, ja, die weet zich hier heel handig in te manoeuvreren. Hè. Die, die, die sluiten verdragen, die onderhandelen, die vechten hier en daar ook mee. En langzamerhand breiden zij macht over India uit. Vooral dus ook omdat ze niet bang zijn om mee te vechten. Ja, en er wordt dus behoorlijk wat strijd geleverd. En een beslissende veldslag is de veldslag bij Buxor in 1764, waar uh, de Engelsen tegenover de Mogolkeizer en twee van zijn onderkoningen staan. En daarop wordt uh, het verdrag van Allahabad afgesloten. Ja, de Engelsen winnen die veldslag en gaan vervolgens onderhandelen met de Mogelkeizer. En dat zien we hier afgebeeld. Hè. De Mogelkeizer zien we daar in het midden zitten. En Robert Clive die voert namens de, de Britten uh, de onderhandelingen. En uh, dat is die man in die rode jas die daar staat. Ja, laten we die twee personen er maar eens even bij pakken. Ook even een kaartje van dat Mogelrijk, van dat Indiase subcontinent. En dan zie je dat uh, alle gele gebieden dat die in handen zijn van die Mogelkeizer. Uh, of dat die in handen zijn van, uh, van zijn vazallen, van zijn onderkoningen. En dat is een behoorlijk groot gebied. Maar goed, wat wordt er afgesproken? Wat zijn de bepalingen van het verdrag van Allahabad? Nou, de allerbelangrijkste bepaling... ...is dat de Britten voortaan uh, Diwani-rechten krijgen. Oftewel het recht om belasting te innen in naam van de keizer. En dat mogen zij in Bengale. En dat gebied, dat is eigenlijk tegenwoordig Bangladesh, heb ik even rood omcirkeld. Alle belastinginkomsten van Bengale gaan dus niet meer naar de Mogelkeizer toe... ...maar die gaan rechtstreeks naar de EIC toe. En in ruil daarvoor belooft de EIC om jaarlijks een toelage te geven... ...aan de keizer voor het onderhoud van zijn paleis... En ze beloven dat ze de keizer militair bij zullen staan als zijn positie ooit bedreigd wordt. En dan moet die keizer overigens wel de kosten van die soldaten zelf betalen. En hiermee krijgt de EIC de macht over een groot gedeelte van India. En volgens veel historici is dit dan ook het begin van de Britse overheersing in India, maar daarover in de volgende video's meer.